auto en fiets zijn essentiële onderdelen van ons dagelijks leven. Maar de Middelburgse binnenstad heeft te weinig ruimte voor het toenemende aantal auto's en fietsen. Dit komt onder andere door de groei van bezoekers en toeristen. Hierdoor wordt de leefbaarheid van de binnenstad aangetast. En daarom stellen we met belanghebbenden een nieuw beleidsplan fiets- en autoparkeren op. Middelburg is al een echt fijne stad om in te wonen, te werken, te recreëren of gewoon om in te zijn. En met dit plan willen we dat waar maar mogelijk verbeteren voor de langere termijn. Goede bereikbaarheid van de binnenstad lijkt mij meer dan logisch. Een transferium of een overloopgebied met hierin een goede verbinding richting de binnenstad zorgt ervoor dat er minder blik is in het authentieke straatbeeld. Fietsers in de stad, in Middelburg fietsstad, de auto's opzij, buiten de stad en allemaal op de fiets naar de binnenstad. Maar de fietsen worden overal geparkeerd en dat geeft een rommelig aanzicht. Het blokkeert de doorgang voor de voetgangers. Daarom is het belangrijk dat de fietsenstallingen in de buurt van de winkels komen. Niet iedereen komt op de fiets. Daarom is voor Middelburg parkeergelegenheid aan de rand met duidelijke en gelijke prijzen een must. Zeker goede ideeën, maar om wateroverlast en hittestress tegen te gaan en de biodiversiteit te versterken, is het noodzakelijk om ook de bestaande ruimte te vergroenen en te zorgen voor waterberging. Zoals je ziet heeft iedereen hier een mening over. Nou hebben we in Middelburg een omgevingsvisie 2050. En die visie bepaalt dat we autoluwer moeten worden en ook dat de binnenstad groener moet worden. Dat is een opdracht en die is niet vrijblijvend.